Ja, we hebben hem te pakken, jongens. Yay! Een hey! Pakket. We hebben de splinternieuwe IKEA Too Good To Go pakket weten te bemachtigen. Nou, dat en ik... Dus naar Melissa. Yes, en ik wil daar gelijk even op in. Oh. Want dan hoor jij het ook gelijk. Ik had net gezegd... Ik zal hem even zo doen. Dan zie ik alleen mezelf. Ik had net gezegd... Nou, er staat nog geen score in, had ik gezegd. Want er zullen nog niet genoeg mensen zijn... die een beoordeling hebben gegeven. Ja. Nou, dat klopt, want ik was de eerste. Hallo, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe Too Good To Go vlog. En ja, eigenlijk wordt het een beetje standaard, die eerste pakketten van onze vlogs. Want ik ga weer op weg naar een bakker. Ja, het gaat toch sneller dan je denkt. Die vier broden die we bij een van de laatste pakketten hadden. Ja, zijn toch echt alweer bijna op. Nog maar een halfje te gaan. En ik heb zelfs al een halfje in de winkel moeten halen. En dan proef je toch wel het verschil hoor. Tussen het supermarktbrood en het brood van de bakker. Toch, vroeger had ik altijd gewoon supermarktbrood. Wist ik niet beter. En nu je toch een beetje verwend bent met het lekkere brood van de bakker. Wil je ook eigenlijk niet anders meer. Dus ja, toch weer een bakkerspakket. En omdat ik dacht... Hey, de Van Oers is weer een tijdje geleden. Hier in Etten-Leur bij ons het Van Bergenplein. Ga ik daar weer een keertje halen. Eigenlijk altijd perfecte pakketten. Krijgt ook een hoge score in de app. Dus ja, ik ga gewoon snel die kant op. Hoop weer een hoop lekkers te krijgen. Maar dat zien jullie natuurlijk zo meteen weer. En oh ja, ik denk dat jullie het eigenlijk wel weten. Maar het pakket is €4,99. Oké, nu echt snel die kant op. Oeh, spannend! Ja, ja, dat was nog niet zo lang geleden dat we een Too Good To Go vlog hebben gedaan met een bakkerspakket. Maar ja, wij eten heel veel brood. Precies. Yep. Dus tijd om weer een nieuwe te gaan doen van Van Oers. Etten-Leur, €4,99. En we gaan eens kijken of deze een beetje kan tippen aan die hele vette De Rooi uit Oudenbosch. Precies. Van de vorige vlog. Zo, ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dachten dat Nova nog tevoorschijn kwam, maar die komt niet. Nee, die komt dit keer niet tevoorschijn, want die zit daar lekker te chillen. Ja. Voordat ze even bed, precies. Ja. Dus dat je niet denkt dat hier achter zo nog iemand zit. Nee, er zit hier niemand. Nee, we hebben geen Nova dit keer erbij. Precies. Oké, dan laten we beginnen met dit, want ik zie hier allemaal van die dingetjes uitsteken. Nee, ik zie dus het ook. Ik denk dat dit broden zijn. Denk je? Ja, denk okay. het. Nou, ben benieuwd. Vorige keer hadden we 4,5 brood, hè? Ja. Of 4, ja, zoiets. 4,5. Hey, dat zijn de... De fijn volkoren. Ja, fijn volkoren, dat was het. Lekker. Dus gewoon het lichte bruine, die gaat hier altijd op bij iedereen. Dat lusten we allemaal. Hey. En de witte. En de witte. Witte. Oh, harder. Witte. Ja, maar nogmaals, de hardheid heeft niets te maken met de versheid. Ja, maar zo dat voelt het wel. Ja, dat hebben wij ook geleerd. Als je brood ja. hebt dat hij helemaal zo helemaal uit zo ja, dan ontklapt, kan het zeg ook maar. Zijn dat het gewoon al heel oud is en... Ja, serieus, dat heeft echt niks. Ik heb het niet meegemaakt. Oké. Okay. Hey, en de zaadjes. Hé, hey, lekker. Kijk, zo, deze, van joh, alles wat. Dat? Ja, precies. Kijk, die is hard. Ja, dus deze kan ook net uit de oven komen en nog vers zijn. En deze ligt er al een tijdje, dus die wordt nu zacht. Dat kan ook. En de bonnetjes. En bonnetjes, oké. Okay. Oh, maar die hoorden niet bij, hè? Drie broden, maar zijn er nog niet. We hebben nog een tas. Jee, met diertjes. Harde broodjes. En... Hard, hè? Wel hard. Wat zijn het? Tijgerbol zie ik hier. En met de sesamzaadjes. Lekker. En wat is dat dan? Ze ruiken lekker. Is het zelf? Die ogen. Het ja, 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 klopt. Oeh. 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 Vijf witte bolletjes. Oh, die zijn altijd zo ook lekker, ja. Ze zijn veel verser dan de die zijn inderdaad echt vers, ja. Lekker. Lekker, lekker. Eierkoeken! Met zaadjes. Eierkoeken! Oh, lekker, ja. Dat zijn denk ik nootjes, zo te zien. Ja, dat zijn geen zaadjes. Ik denk dat het nootjes zijn. Nootjes. En wat denk jij over het hoopje wat er nog in zit? Nou, eigenlijk heb ik mijn hoop al. Je hebt je spul al. Ja, mijn bruine brood en eierkoeken. Ja, maar ik ben niet zo van de snacks, hè. Dat is jouw. Oh, ja. Hier bewaar ik even als laatste. Dan heb je nog iets zachts. Oké. Ik ga het proberen te raden. Je hebt het stiekem al gezien, of niet? Nee. Oh. Een sausijsbroodje of een worstenbroodje? Oké. Okay. Nee, een worst, denk ik. Kijk. Ja, toch? Blauw idee. Ja, ik denk een wit broodje. Ja, nee, is het worst in? Is dat niet frikandel? Nee.
Oké. Okay. Nee, dus twee worstbroodjes. Nou, mooi. Dus die neem je mee naar je werk. Ja! En deze neem ik ook weer mee naar mijn werk. Jee. Want dit is het laatste. Oké. En dat is altijd spannend wat het is. Een leuk zakje. Het is er maar één. Het is er één. Ja. En het is een gebakje. Oh ja, lekker. En het is een... Dun. Wow, hey, die is grappig. Ik heb geen flauw idee wat het is. Is het een hard korstje of is het een zacht? Het is een zacht. Oké, nou is er een stukje weg ineens. En? Dat smaakt me helemaal niet. Oh, oké. Nee, het zal het geen idee hebben opzitten. Ja, precies. Oh, is het een moes of is het hard? Het is moes. Oh ja, ik dacht het al. Oh, wat grappig. Zit er dan misschien... Ik denk dat er iets van een soort lemon of iets in zit aan de onderkant. Want het ziet er geel onder dat witte. Dus ik ben benieuwd. Oké. Oh, hij ziet er wel lekker uit. Zullen we het een stukje proeven? Nee, je ruikt ook niet. Oké, dan niet. Nee, precies. Oké. Nou, lekker ziet hij er wel uit. Dus. Nou, het is wel weer een goed pakketje. Zo, en of. Gaan we eens even samenvatten, hè? Even samenvatten. Hey. En daar gaan we naar het resume. Oeh, ik schrok ervan. Dat is een vijverkoren brood. We hebben een wit brood. En een zaadjesbrood. Niet zo hard. We hebben 5 witte bolletjes. Nou, dit zijn toch harde broodjes. Dat maakt ook niet meer uit. Die niet hard doen nu. Auw. Zachtjes. Dit zijn eierkoeken. 4 stuks. 4? En 2... Ja, dat zag ik aan de zijkant. Normaal, joh. En 2 worstenbroodjes die plat zijn. En die ook doen na. Nou, geen. En een taartje die nu ineens niet zo lekker meer eruit ziet. Dus, al met al, weer echt een net pakket. Ja, ja. Even proeven. En waar smaakt het naar? Het is een cakeje, de onderkant. Het is gewoon een cakeje. Wel harder. Ja. En? Ja. Smaakt het ergens naar? Ik weet het niet. Maar nee. Is het lekker? Ja, dat wel. Dat wel. Oh, oké. Dan ga ik ook even proeven. Oké. Gewoon slagroom. Slagroom lust ik helemaal niet. Jawel, zo wel. Zo wel als je het zo hebt. Nou, dat is gewoon een soort slagroomsoesje. Oké, okay, heel knap, ja? Nee, dank je. Nee, ik kom erop terug. Ik vermoed dat dat iets met de... Ja, sorry, want het viel bijna. Echt, hè? Er viel een stukje af nog, doe maar iemand. Oké, ik vermoed dat het een rijstenfly-achtig dingetje is. Er zit wel vaak ook van die chocoladestukjes. Er zitten ook van die chocoladestukjes op, inderdaad, ja. Maar je proeft ook die structuur, die rijststukjes. Ik zou er nog een nemen, want je bent dol op rijst. Oh ja. Dat is wel waar. Ah, je moet je neus kwam. Ja, dat is wel. Oké, ja. Nou, dat is echt wel weer een super gaaf pakket, hoor, jongens. Oh, ja. God. 7 artikelen gekregen, 7 producten, 3 broden, bolletjes, et cetera. Dus nou, is wel weer het geld waard, hoor. Goed, dan is het nu weer tijd voor het tweede pakket. En welke dat gaat zijn, dat weten we op dit moment nog niet. Maar dat zien jullie over enkele ogenblikken. Yes, welkom bij pakket nummer 2. Ja, we vallen wel een klein beetje in herhaling, want het is weer een bakkerspakket. Jullie hebben misschien in de vlogs al gezien, we zijn een weekendje weg geweest, zit wat tijd tussen. Dus ja, we hebben ook daarvoor en meegenomen en het gaat gewoon snel dan het brood. Dus ja, de vriezer is op 1/2 na alweer helemaal leeg. Dus tijd voor een nieuw bakkerspakket. Het is dit keer kwartier geworden. Is weer een tijdje geleden. En we hebben er 3 in deze omgeving zitten. Dus we hebben nu gekozen voor kwartier tuinzicht. €4,99. Krijgt goede beoordelingen. Maar ja, zoals ik elke keer zeg, dat is heel eigenlijk subjectief. De ene vindt dit lekker, de ander vindt dat lekker. De ene vindt dat wil. En de ander vindt het juist weer weinig. Dus ja, dat blijft natuurlijk iets heel erg persoonlijks. Maar brood is bij mij eigenlijk altijd goed. Dus tijd om de vriezer te vullen. Het is nu nog ochtend. Dus het is een pakket van de vorige dag. Dan hebben ze gewoon brood over. Daar maken ze dan nu pakketten voor om nog op te halen. Ik laat het dus in huis liggen met die heerlijke geur tot vanmiddag Dennis en Nova thuis zijn. Ja, dus ik denk dat ik heel erg sterk moet zijn om niet stiekem al wat te eten. Ik berg het snel op. En dan zien jullie zometeen in het volgende shot wat we allemaal hebben gekregen. En mocht ik stiekem toch al iets hebben opgegeten met de lunch of zo, dan zal ik dat ook heel eerlijk erbij zeggen.
Ik weet het niet. Het is altijd zo lekker en zo verleidelijk. Maar we gaan proberen het gewoon zo te laten, hoor. Jullie zien het zo. Yes, en ik mag weer het tweede Too Good To Go pakket gaan uitpakken. Yeah. En het was een pakket van Kottier, yes. Tuinzichtlaan, Breda, €4,99. Dat klopt helemaal. Ja. Als maar een bus. Dit ga ik natuurlijk niet alleen uitpakken zoals jullie gewend zijn. Nee. 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 Dus. Altijd nog iemand en die komt. Tadaa! 3, 2, oh. 1. Hey, kijk. En ze zal even duren, want ja, het is zeg maar dat ze niet... Ze heeft niet zeg maar normale schoenen aan. Moet nee. Je helpen of zo? Je rolt steeds verder onder de tafel, hè? Ja, ze heeft vandaag een challenge voor zichzelf bedacht. Want... Ze lijkt me gelijk op de skilift. Nou, precies. Dus ze zal ook niet zitten, maar een beetje zo... Ja, kijk, staan. Daar zijn ze. Want ze heeft skilift aan. Ja. Hé, hey, dat ruimt. Ze zal gaan staan, want je hebt skilift aan. Nou, maar wij gaan inderdaad weer een nieuw broodpakket uitpakken. Yeah. De vorige was ook een broodpakket, maar wij gooien er zoveel brood tussen. Nou, ik had ook al gezegd dat we natuurlijk ook weekendje weg zijn geweest, zoals in de vlog al hebben gezien. Ja. En daardoor was dat ook wel tijd tussen wat meer. Waar ga je heen? Even wisselen. Oh. We beginnen met die. Ja, oh zo ja. En even nog voor de kijkers, want hiervoor had ik het gezegd. Ik heb me heel netjes ingehouden, ik heb niks gepikt. Nee. Zo, dat wil ik even zeggen. Okay. Want ik had uitgelegd dat we dit in de ochtend hebben gehaald. Okay. En dat ik wachtte tot jullie thuis waren en dat het allemaal zo lekker ruikt. Ja. Je ruikt het zeker, hè? Zo, dus. Nou, Nova, ga je meehelpen? Wil je de eerste doen? Ja. Nou, leef je uit in deze grote tas. Volgens mij voel ik iets van eierkoeken. Echt? Een helftje eieren. Nou, pak maar. Gewoon eens uit. Oh nee. Oh nee. Het is, kijk uit. Een tijgerbrood. Maar ook. Kijk, een wit... Oh ja, zo bedoelde je dat je dit voelde zo. Dus yeah. Het kontje. Kijk, een tijgerbrood wit in dit geval. Nou, en zoals jullie gewend zijn, hebben we allemaal van dit soort broden. Hey, kijk. Een gewone. Yummy. Ja, kijk aan. Daar hebben we nog een witte. Super goed. We hebben er nog twee in zitten. Oh, nog twee. Hé, oh. Hey, wat is dit, Nova? Geen witte. Nee, er zitten ook pitjes in. Ja, er zitten pompoenpitten, zie ik. Dus inderdaad een bruine met pompoenpitten. Oh, lekker, ja. Lekker. Ja, lekker. Deze zit ineens heel stuk kleiner. Oh, echt? Tadaa! Oh, hey, dat zijn de mini-verpakkingetjes, zeg maar. Ik was zeggen, het is niet een halfje, kan je, toch? Nee, het is lang geen half. Kijk, nee. Nou, als je het er ook zo naast houdt. Dat is stiekem toch al een paar centjes eruit gehaald. Nee, je kan het ook zien aan de lipjes. We zitten nog allemaal officieel en ja, zo. Ja, maar kan je dit zo kopen? Ja, dit kan je zo echt kopen. Waar? Een soort klein verpakking. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Ook toen ik trouwens nog in de supermarkt werkte, kon het ook vaak. Dat je het gewoon per 5 sneetjes. Huh? En dit zijn er ook 5. Heb je in de supermarkt gewerkt? Ja, ja. Toen ik net middelbare school zat. Echt waar? Cashière. En toen daarna stond ik dus ook bij de broodafdeling. Ja, de bouwmarkt. Ja, de bouwmarkt heb ik ook nog gewerkt. Jeetje. Ja, in de Hoogvliet werkte ik. Okay. Supermarkt. Nova. Maar dat is eonen geleden. Eonen. Kijk, wat hebben we daar? Oeh, kijk. Hey. Nee, dat is een halfje. Ja, dit is wel een halfje. Dat is gewoon een maar het is wel dezelfde van die. Het ja, is... jongens. Doe dat dan gewoon in één zakje. Nee, dat past dan weer niet. Kijk, nee, dit is maar een half zakje. Ik bedoel, qua plastic verspilling. Ja, oké, okay, maar dan moet je net een grote zakje hebben. Want met zo'n klein uiteindetje ja, past dat niet. Dan gewoon een hele. Oh, nou uiteindelijk wordt het dat ook misschien als we nog iets meer krijgen. Even nog meer. Oké. Okay. Ik ga kijken. Nee, een tijger. Oh, een tijger. Maar dit is een bruine, toch? Of zie ik dat verkeerd? Dat is dezelfde, volgens mij. Nee, dit is tarwe. Dit is wit. Oh ja. Dus nou, we hebben weer verschillende. Jeetje, wat een brood. Dat is mooi. Kijk. Oh. Oh. Wat heb jij? Wat pak je daar? Wat is een het? Eierkoek. Een eierkoek. Met rozijntjes. Oh ja. Eén lekkere eierkoek met rozijntjes. En ook echt niet zo'n beetje rozijntjes, nee. Het zijn ook echt wel heel veel. Ik heb ook iets kleins. Iets kleins? Kleine eierkoekjes. Dat bestaat wel, maar... Kleine eierkoekjes, die zijn hard! Nee, deze niet, denk ik. Die zijn niet zo hard, hoor. Die heb je ook, hoor. Net van die brossen heb jij, bedoel jij. Ja, die heb je ook, maar dit zijn gewoon een soort kindereierkoekjes. Mini-eierkoekjes. Kan je ook eens eentje in je broodtrommeltje? Die heb ik een keer bij Bas op. Oh, lekker. Oh, wauw. Spannend. Zakje. Eén ding. En die gaan we samen weer uitpakken, hè, Nova? Ja, ze zei al dat het geen taartje was, want ik hoefde er niet per se recht te houden. Oh, maar ik weet niet wat het wel is. Oké. Okay. Ik weet niet wat het wel is, maar... Zo, lus je dat? Lus jij het? Lus jij het, ja? Appelflap. Appelflap, nee. Appelflappie. Oh, kijk eens. Oh, ja, heel goed. Dat wil ik als toetje. Nou, allemaal een stukje dan, hè? Ja. Oh, ja. En ik het groot.
Nou, dat weet ik zo net nog niet, mevrouw Rijt. En papa heeft die mini stick en jij hebt middelste stick. Oh ja, zo heb je het bedacht. Nou, we gaan het wel zien. Maar ja, kijk, het is in ieder geval wat ik hoopte. Brood voor in de vriezer. Ja, veel brood. Kijk, is goed bezig. Tijd voor de samenvatting. Oké, we hebben hier, dat is dit pompoenbrood, toch? Was dat die andere kant? Oh ja, 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 ja. Dit was inderdaad het bruine pompoenbrood. Hier hebben we wit tijgerbrood, inderdaad. Tijger. Hier hebben we, ja, een gewoon wit brood, inderdaad. En hier hebben we zes. Ja, zes met het kontje erbij. Van de fijn volkoren. Fijn volkoren, inderdaad. En dat is deze ook. Ja. En hier hebben we een tijger tarwe volkoren. In ieder geval een beetje lichtbruin. Ja. We hebben eierkoeken. Ja, vier, hè? Ja, vier mini-eierkoeken. We hebben één eierkoeken. Ja, rozijntjes. En als finale een lekkere appelflap. Appelflap. Lekker, ja, lekker. Wauw, nou, we hebben inderdaad alweer gekregen waar we om hebben gevraagd. Of in ieder geval wat we nodig hadden. Ja. En dat is brood. Dus we kunnen het allemaal netjes weer gaan invriezen. Dan kunnen we weer een... hoe lang doen we dat tegenwoordig mee? Ja, gaat niet zo snel, hè? Nou ja, op zich best wel, hoor. Of juist wel? Ja, juist wel. Ja. Ja, want Nova die eet ook wat meer. Ja. Ik gok... Nova eet wat meer en die eet ons gewoon arm. Ja, die eet nu ook soms 2 boterhammen al 's ochtends en 3 hè, met de lunch. Dat kind, dat groeit niet normaal. Precies. Ik gok dat we hier 2 weken mee doen. 2 weken kunnen we hier mee doen. Ja. Nou, we hebben natuurlijk nog het brood van de vorige, Too Good To Go. En dat betekent... Ja, dat heb ik al verteld, dat is nog maar een halfje. Oh, dat is nog maar een halfje. Ja, okay. Dus dit... Maar goed, 2 bakkerspakketten en dat betekent dat we nog 1 pakket zullen gaan halen voor deze vlog. Wat dat gaat zijn, dat weten jullie al lang aan de thumbnail, maar wij weten dat op het moment dat we aan het filmen zijn nog niet. Dus dat zien jullie weer in het volgende shot. Ja, ja, daar ben ik voor het derde en laatste pakket. En zoals jullie zien, het is al aardig donker. Ik heb het licht van de auto aangezet, dus jullie zien in ieder geval nog iets. Maar het is al aardig donker buiten. Het is 8 uur. En ik ga op weg naar een voor ons nieuw pakket. En eigenlijk ook één die vrij nieuw is in de app. Ik ga namelijk naar de IKEA. Daar schijn je dus eten te krijgen. Dingen die blijkbaar ook van het restaurant zijn, van het diner over zijn. Ik moet naar het onderdeel van de Zweedse delicatessen. Dat is een klein stukje na de kassa's waar je ook gewoon de boodschapjes kan doen, spullen kan halen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Er zijn nog geen recensies bekend in de app. Dus er zijn waarschijnlijk wel al pakketten gehaald, maar nog niet voldoende om een goede beoordeling te krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet echt niet wat ik kan verwachten. Het pakket kost €4,99. Ik ga snel daarheen en dan zien jullie zometeen wat we hebben gekregen. Ik sta al in de parkeergarage zoals jullie zien. Lekker rustig om deze tijd. Een goede tip om tussen 8 en 9 te gaan hier in ieder geval. Maar ja, ik mag er pas om 7:15 naar binnen. Het is nu 7:50. Dus ik wacht nog 1 minuutje in de auto en dan ga ik snel naar binnen. Ja, we hebben hem te pakken, jongens. Yay! Een hey pakket. We hebben de splinternieuwe IKEA Too Good To Go pakket weten te bemachtigen. Nou, dat en ik... dus naar Melissa. Yes, en ik wil daar gelijk even op in. Oh. Want dan hoor jij het ook gelijk. Ik had net gezegd... Ik zal hem even zo doen, dan zie ik alleen mezelf. Ik had net gezegd, nou, er staat nog geen score in, had ik gezegd. Want er zullen nog niet genoeg mensen zijn die een beoordeling hebben gegeven. Ja. Nou, dat klopt, want ik was de eerste. Was je de allereerste? Ja. Serieus? Samen met nog een andere mevrouw die er ook aankwam. Ze moesten helemaal naar boven. Ze zijn per persoon naar het restaurant toegegaan om nog wat spullen te halen. Ik moest meer dan 10 minuten wachten. Die andere mevrouw moest meer dan 10 minuten wachten. We wisten het allemaal niet. Het was al na 8:30 toen ze pas terugkwamen. Dus ik had snel een screenshot gemaakt. Want ja, dan verdwijnt het ook uit de app als je te laat bent. Dus dan kan je het ook niet meer swipen. Dus ik had snel een screenshot gemaakt. Was nu ook prima. En ze zei ook echt verontschuldigingen. Het is voor ons de eerste keer en we weten het nog niet zo goed en dit en dat. Dus ja, het was echt nog heel erg nieuw. Dus oké, dus. En dan hebben wij de eer om dan weer zo'n pakket aan jullie te laten precies zien natuurlijk. Precies, dus dat was helemaal leuk. Ja, nou laten we gewoon weer gaan beginnen. Dus ik ben nu nog nieuwsgierig. Ja, ik ben ook nieuwsgierig. En we weten dan natuurlijk al dat we een heebakje hebben. Ja, een heebakje, maar wat zit erin? Ja, geen flauw idee. Laten we even zo hoor. Ja, sorry. Ja? Even goed pakken, ja. Oh,
vers fruit. Oeh, lekker. Oeh. Wat grappig, ik had echt iets van soep of zo verwacht. Of iets, nee, ja, of iets van drinken. Of, ja, precies. Maar dan hebben we natuurlijk ook een beloning. Een beloning. Ja, dan moet ik zeggen dat ze die er achteraf toen ze er was nog snel ingooiden. Misschien wel als soort van excuus dat het zo lang duurde. Of, ik weet niet of dat er officieel bij hoort. Oké, maar weet je, dit is gewoon nog geldig tot juni 2022. Oh, nou ja, dus misschien daarom ook. Dus misschien dat het even zo van, nou, jullie zijn de eerste, alsjeblieft, gooi je erbij. Maar dat ziet eruit als een soort van Twix. Een Twix, ja, inderdaad. Of voor de oude mensen, een reder. Ja, ken je hem nog? Ja, precies. Oké, nou, maar dan hebben we er nog eentje. Oh, nog zo'n zelfde? Oh nee, een andere. Dat is een Mars. Oh ja. Of een Snicker. Nee, ja, zijn er nootjes bij? Ik kan het niet goed zien. Ja, nootjes. Oh, dan is het een Snicker. Ja? Ja, maar dit is nog zelfs tot juli 2022. Oh ja, ik denk dat ze die er gewoon echt expres nog... Ik weet niet of die er normaal gesproken bij zouden zitten bij zoiets. Nou, laat het maar, weten, hè. Als er kijkers zijn die ook een IKEA-pakket hebben bemachtigd, laat even een reactie achter wat jullie hebben gekregen. Inderdaad. Ben ik heel nieuwsgierig. Ja, dan moet ik gaan kiezen. Oh ja, het zijn bakjes, hè. Ik zag alleen dus bakjes kunnen ook. Kunnen kijken, maar we weten het gewoon niet. Nou, pak maar iets toch. We gaan het zien. We beginnen met de bovenste. Nou, helemaal goed. Is die warm? Ik heb eigenlijk niet het gevoel nog. Okay, want... Nee, hij is niet warm. Misschien zo snel naar boven rennen. Oeh! Kijk nou, het is gewoon echt een soort muffin. Een muffin. Dat is een toetje. Misschien is het wel voor hoofd na. Maar ook gewoon met bestekken bij en zo. Ja, en ook mooie bakje zo. Oh, super grappig. Ja, lekker. Oké. Dan hebben we nog... We hebben nog twee bakjes. Zal ik het blik eerst doen? Een blik? Ja, dat is toch blik. Ik heb nog niet eens gezien. Oké, een blik. Ja, doe maar. Blik. En dan doen we de bakjes als laatste, want het is prima. Verrassing. Ja, precies. Een blik is ook verrassing. We hebben een blik met... Wat zijn dit? Koekjes of... Kaffelrap momentkoekjes. Oh, lekker. Oh, dat zijn gewoon een soort zandkoekjes, of niet? Die biscuit with almonds en ginger. Oh, grappig. Is die ook nog bijna too good to go, echt? Of... Staat er iets op? Is het een... Ik ga even kijken. Ja, dat is goed. Ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik knippen dat gewoon. Ja. Nee, september 2022. Oh, nou netjes. Dus dit is, maar je krijgt niet open. Niet, nee, hij is helemaal gesield. Oké. Dat gaan we dadelijk laten we het even zien. Ook voor in de volgende shot. Ja, precies. Oké. Okay. We hebben nog twee van dit soort bakjes. Oh, wat grappig. Ja, maar ik vind die biscuits ook grappig. Hmm. Ja. Oh, hij is warm. Die is wel warm. Ja. Kijk, het ging zo naar boven. Die moet echt iets gaan halen of zo. Deze is nog warm. Nou, dan doe ik mijn hand en mijn camera erbij. Woep. Oh, warm. Dan is hij misschien warm van wat eronder nog zit. Oh, dan zit er onder iets warms. Ja. Oh, nou, dan hebben we wel twee toetjes. Lekker. Verdorie. Ja, vervelend. Ja. Maar dan moet deze warm zijn. Ja, dat moet dan wel. Ja, deze warm. Oké. Ja, een taartje. Een stuk zwaarder. Oh. Maar dit waren de bakjes. Dit was een pakket eigenlijk. Ja. Dus we gaan even kijken. Precies. Kijk nou. Friet en een schnitzel. Schnitzel, lekker. Dus, is dat schnitzel of is dat vis? Oh, dat kan ook nog. Ruik eens. Dan ruik je meestal wel beter. Een vraag van mij. Ik ruik het niet. Wie kan ruiken? Dit is zeer zeker vis. Is dat vis? Zeer zeker. En het ruikt een beetje naar een soort van kibbeling. Kibbeling. Iets. Ja, verdorie. In ieder geval iets met een paneerlaagje en vis. Het is zeker een beetje vis, dat sowieso. Dat kan ook een kabeljauwburger zijn trouwens. Mm-hmm. Dat is... Ja. Nou, ik heb best wel honger eigenlijk. Ik heb trek. Ja, lekker trek. Ja. Ja, grappig. Oh, wat leuk. Ik vind het echt grappig. Gewoon zo'n pakketje zo... Leuk. Nou, gaan we eens even een samenvattingje doen, hè? Nou, dus tijd voor de samenvatting van dit eerste IKEA-pakket. We hebben... Ja, we hebben koekjes. Ja. We kunnen het laten zien. Oh ja, we kunnen het laten zien. We hebben het opengemaakt. We kunnen het laten zien nu. Kijk. Huh? Huh? Wat? Er zit een aangegeten koekje in. Er zit een aangevreten koekje in. Het lijkt wel sterk op jouw tandsporen. Is die lekker, Trouwke? Dat lijkt ook heel lekker. Lekkere koekjes. Mooi, kijk, dat is fijn. Maar we hebben koekjes. We hebben een hele blik met een heel blik met koekjes. Mm-hmm. We hebben een soort aardbeien. Ik denk room iets wat erin zit. Ja, hij ruikt heel zoet. Ja, precies. Deze ook trouwens hoor. Die ruikt ook zoet. Dat is ook in chocolademuffin in ieder geval iets. Mm-hmm. We hebben een bakje vers fruit. We hebben twee beleuningen. Dat is een u, toch? Beleuningen. En we hebben een, het is eigenlijk gewoon een eenpersoonsmaaltijdje met, ik denk, een kabeljauwburger. Zo ruikt het in ieder geval. En frietjes. Dus ik vind het echt heel grappig. En we zeiden net inderdaad, we moeten eigenlijk even spieken hoeveel dit nou zou kosten. Ja. Of het inderdaad echt drie keer de waarde zou zijn. Het zou niet, ongeveer een waarde van €15 moeten zijn, precies. Natuurlijk. Nou, ik weet ook helemaal niet, zo'n blik met koekjes en zo. Dus we gaan even spieken nog, dat laten we zo nog even horen. Ja. Wat vind jij ervan? Lekker, hè? Ik heb het eigenlijk zonder krokantkorstje nu aan in de binnenkant. Oh, krokantkorstje is ook lekker. Mm-hmm. Ja, hij is echt nog warm ook. Hij is echt nog warm, ja. Mm-hmm. Ja. We hebben het even voor jullie uitgezocht, jongens. En
We zijn uitgekomen dat we al op 15 euro zaten zonder dit blik. Van dit blik krijgen we geen prijs gevonden op dit moment. Dus misschien dat hij inderdaad, wat Melissa net tegen mij zei, echt uit het assortiment gaat. Ja. Dat dat de reden is waarom die in de Too Good To Go zit. Ondanks dat die echt nog een aantal maanden gewoon goed is. En ook lekker zijn. Dus daar gaan echt wel een paar cookies mee naar mijn werk en zo. En een keer misschien bij November in de trommeltje. Ja. Ja. Maar dus een goede deal. Dus alleen alles al was 15 euro zonder dat blik. Dus we zitten boven de 3 keer de waarde van wat je ervoor betaald hebt. Nou jongens, dat betekent dat we nu weer aan het einde zijn gekomen van deze Too Good To Go vlog. En wij de alle drie de pakketten nog even naast elkaar gaan leggen. Ja, dan is hier even de samenvatting van de 3 pakketten die wij in deze vlog hebben gehaald. We beginnen bij de allereerste. Het pakket van Vanoors. Een bakkerspakket, €4,99. En wat zat er ook weer in? Nou, in ieder geval 3 broden. Ja. En we hadden een of ander gek cakeje, wat uiteindelijk kwamen we na een hoop proeven achter. Iets van een soort rijstenfly. Ja, rijsten, maar dan iets. In een wel een soort compactere vorm of zo. Ja. Ik weet niet, het was een beetje anders. Maar uiteindelijk wel lekker. Prima. Ja. En wat harde broodjes, wat zachte broodjes. Nou, eigenlijk wel een prima pakket. Volgens mij hadden we ook wat eierkoeken. Ja, eierkoeken. Nova toen zo lekker. Ja. Nou. Mooi toch? Mooi pakketje, zeker. Heel tevreden. Alleen het brood was toen wel bij best wel snel weer op. Want dat waren er toen 3. Ja, er waren er niet zo heel veel. En toen dachten we, ja, dan doen we nog een pakket van de bakker. Dus die hadden we inderdaad nog een keer. En toen werd het kwartier. Ja. En kwartier was volgens mij tuinzicht. Ja, de kwartier tuinzicht. Tuinzicht. Hadden we toen gekozen. Klopt. En dat was juist heel fijn. Want daar zaten niet heel veel snacks in. Of in ieder geval niet heel veel die gelijk op zouden moeten. En heel veel brood. Dus heel veel als in volgens mij een stuk of 4, 4,5 zoiets. Dus dat was echt wel een... En appelflap. Oh ja, ja, appelflap. En dan hadden we nog iets lekkers. Dat was die eierkoek met krentjes, toch? Oh, met die rozijnen. Was die rozijnen? Dat was Nova toen inderdaad ook... ook weer op. Ja, Nova's dol op eierkoeken. Ja, ja. Ja, lekker. Ja, en dan als allerlaatste de splinternieuwe IKEA Too Good To Go. Ja, die was echt splinternieuw. Box. Ja. En gewoon grappig. Ik vond het ook echt leuk om die een keer mee... Ik ben ondertussen aan het squat hier. Ik sta al om die inderdaad een keer mee te pakken. Want ik wist ook echt niet, dat heb ik ook gezegd in de intro, gewoon geen idee wat ik kon verwachten. Gewoon nul. Er stond wel iets natuurlijk van, je kan het ophalen bij de Zweedse delicatessen, wat ik ook zei. Maar ja, wat krijg je? Is het dan iets van het eten wat daarover is? Want ze verkopen ook hotdogs en balletjes en zo, zeg maar. Maar dat was dus niet. Nee. Dus ze ging ook echt naar het restaurant toe. Denk, nou ja, dus het was voor mij echt een leuke ervaring. Zo, nou, mochten wij hem in de toekomst nog een keer weten te bemachtigen, dan gaan we hem zeker nog een grappig. Keer proberen. Ja, 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 dat was leuk. Ja. Zeker. Nou goed, dat betekent dat we nu zijn aangekomen bij het einde van deze Too Good To Go vlog. De tweede van 2022. En we gaan er echt nog een hele hoop meer maken. Zeker wel. Ja, dat blijft toch voor ons ook wel een klein beetje een verslaving. Ja, de Too Good To Go. Ja, dat bleef gewoon dat verrassingseffect. Daar. En wij weten dat jullie het heel leuk vinden. En buiten de Too Good To Go vlogs gaan we natuurlijk nog veel meer mystery boxen in dit jaar weer uitpakken. Ja. Dus blijf ons zeker volgen. Er staan nog weer helemaal nieuwe in ook. Dus, maar er staat nog steeds elke keer niets vandaag. Ja. Dus ik hoop dat hier net als de IKEA ook gewoon binnenkort open gaan. En er nog een paar nieuwe bij kunnen komen. Dat is wel dan houden we het voor jullie in de gaten. Inderdaad. En voor onszelf natuurlijk. Ja, ook stiekem. Ja. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet het dan zeker niet te doen. Onder onze video vind je die abonneerknop. Is die rood, heb je nog niet erop geklikt? En is die grijs, dan ben je al ons aan het volgen. Duimpje voor jullie omhoog. Yeah. Daar doen we het voor. Ik hoop dat we als deze vlog inmiddels online komt tot we al rond die 3000 zitten. Het zijn er nog maar iets van 25 of zo op het moment dat we aan het filmen zijn. Ja, ja, ja. Dus spannend, spannend, spannend. Dus roep even al je vrienden, familie en allemaal. Gewoon even klik. Ja, klik even. We hebben nou leuke vloggers gevonden die echt leuke pakketten doen en zo. Vraag even of ze op ons willen abonneren. Daarmee support je ons. Laat natuurlijk ook die blauwe duim omhoog achter. En voor nu kunnen wij weer niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! In je mond, hè? Niet op je neus, gekkie. Zo. Nou, dat was best wel weer even lekker zo, van het gebakje. Maar we hebben, wat dan? We hebben, hè? Knopje wilde niet. Wel, klopje niet. Nee. Oké. Ha? Hi. Hey, we hebben weer een nieuw to go. Die hebben we niet, hoor. Nee, slaap lekker. Zo, en dan is hier dan weer... Nee, we... Ik proef nog wel steeds eten. Ja, oh lekker. Mm, heeft toch wel wat hoor. Zoiets halen s'avonds wat je moet opeten. Mm-hmm. Man.
Jammer van Noven dat ze al ligt te slapen. Ja, die had ze niet goed van. Ja, frietjes misschien. De frietjes wel, ja. En door denk ik van de. Oh ja, ja, die, maar ja, die kunnen we wel eventueel bewaren. Nog, ja, die gaan we bewaren. Die gaan in ieder geval niet nu. Nee. Vers fruit kunnen we ook bewaren, toch? Ja, tot morgen wel. Ja. Een beetje een ontbijtje. Gewoon bij het ontbijt. Weet je nog die ene keer dat ik toen heel laat, pizza. Nee, Shawarma. Shawarma. Was het Shawarma, ja? Het was bij de Shawarma tent. Oh, dat was het, ja. Dan kon ik iets zelf samenstellen en toen ging ik echt om 11 uur hoef ik dat pas op te halen. Zo, dat was echt apart. Dat was grappig, maar ik weet niet wat we toen hadden. Kun je het ook niet meer? Nee, maar dat was wel grappig. Heel lang geleden al. Misschien weten de vaste kijkers het wel welke we bedoelen. Ja. We hadden toen bij een of andere... In ieder geval in Breda, weet ik. Ja. In het logo was met een kroontje. Oh, dat weet ik niet meer. Ja, als editor weet je dat natuurlijk. Ja, precies. Grappig. Maar goed, we gaan weer even dit pakket, hè. Dat zouden we doen, ja. Maar ja, we gaan eerst even eten. Dus jullie zien het over enkele ogenblikken. Yeah.